Hallo en welkom bij Videoles 3: Sollicitaties beheren. In deze videoles gaan we behandelen hoe je de gegevens van een sollicitant kunt gaan bekijken en hoe je de CV kunt downloaden. Oké, okay, laten we beginnen. Allereerst gaan we natuurlijk naar de website werkenbijons 2 Daar loggen we in. Zo. En komen we uiteindelijk op onze locatie startpagina. Voordat ik klik op de vacaturelijst waar ik alle sollicitanten kan vinden en hun gegevens, wil ik even vermelden dat elke keer als er een kandidaat online een uh, sollicitatie plaatst, je daar een e-mailtje van krijgt. Zo'n e-mailtje ziet er zo uit. In de e-mail kun je dus de naam lezen van de kandidaat en de motivatie als ze die hebben ingevuld. Het uitnodigen van de sollicitant en eventueel de cv bekijken en downloaden gaat via de website. Goed, we gaan verder. We klikken dus nu op de link vacaturenlijst en kiezen de juiste vacature uit. In dit geval is het de bovenste en we klikken dan hier op het linkje Sollicitanten. Ik wil graag de gegevens zien van de sollicitant Jodokus Quak. Ik klik daarop. Hier zien we de gegevens van deze sollicitant, en hier zien we onder andere ook een CV. Als ik daarop klik, wordt hij gedownload in de browser. Dat ziet er zo uit. Ik heb hem nu hier ontvangen en kan hem openen. Dit betreft natuurlijk een uh, test-CV, maar mocht ik hem willen printen, dan klik ik hier op deze knop van de printer en de rest wijst zich dan vanzelf. Dat ga ik nu niet doen, dus ik sluit hem en ik druk op cancel. Oké, okay, je hebt les 3 afgerond. Gefeliciteerd. In deze les heb je geleerd hoe je de gegevens van een sollicitant kunt bekijken en hoe je de CV kunt downloaden. Bedankt voor het kijken en succes met het beheren van de sollicitaties.